FC Groningen heeft deze week een stagiaire in de selectie. Het gaat om de 27-jarige Mazin Ahmed Al-Hudhaifi uit Saoedi-Arabië. De rechtsbenige middenvelder voetbalde in zijn land bij Al-Ittihad en was onlangs op proef bij het Duitse Fortuna Düsseldorf. First of all, thank you for inviting me for the interview today. I think he's from my agent, he phoned me and he talked to the club between Düsseldorf and FC Groningen. And he said you got a chance now to train with the Groningen and they'll see what they'll decide. Al-Hudhaifi beproefde onlangs zijn geluk bij het afgelopen zomer naar de Bundesliga gepromoveerde Fortuna Düsseldorf. It was good, I like the city, I like the club, the trainer and I've got a very close friend of mine, they play there. Deze dagen neemt Al-Hudhaifi een kijkje in de keuken van FC Groningen om zo verder kennis te maken met het voetbal in Europa. Het moet hem op weg helpen naar zijn uiteindelijke doel, een contract bij een Europese club. Is it my goal to play in a good league and a good team? So this is a good team? Yeah, definitely is a good team. Yeah. From last 10 years, FC Groningen always in the top 6, top 8 in the league. So and they have a good young team this year from 2 years ago. So they play good football and they will do good well. And tomorrow they got a cup game, so I hope they'll do well as well. Yeah. Are you going to watch the game? Yeah, definitely. I'll go there, I'll go to the stadium and watch the game, yeah.